Klik even op abonneren en abonneer je op ons YouTube kanaal, want we hebben iedere week nieuwe video's met onderwijs om jou op te bouwen, je toe te rusten en je te helpen naar je bestemming. Hallo allemaal, Tom de Wal hier van Frontrunners. En we hebben deze keer een heel bijzonder stuk onderwijs, een hele bijzondere preek. Het heeft er namelijk mee te maken dat vlak voor zijn overlijden was pastor Jan Zijlstra. Hij was een van de docenten op onze Bijbelschool en hij gaf deze avond les over geloof en de vijgenboom en wonderen. En deze preek, dit stuk onderwijs, hebben we wel gefilmd, maar we hebben het nooit online gezet. Omdat pastor Jan wilde deze boodschap nog op heel veel plekken in Nederland brengen. En als we het online zouden zetten, zouden heel veel mensen natuurlijk al gehoord hebben. Dus hij heeft mij toen gevraagd om het niet online te zetten. Maar inmiddels, zoals jullie weten, is Jan Zijlstra overleden. En ik dacht, dit was eigenlijk zijn meest recente boodschap, zijn laatste boodschap die hij in Nederland wilde gaan brengen. Dus die wil ik je niet onthouden. Ik heb uiteraard even toestemming gevraagd ook aan degene die verantwoordelijk is nu voor zijn bediening. En die heeft gezegd, verspreid alsjeblieft die boodschap, want dat is wat hij graag wilde. Dus wil je gewoon zegenen met dit onderwijs van evangelist Jan Zijlstra. Geniet ervan. God zegen. Kijk, de Heer is vanavond hier in ons midden. Maar de tegenwoordigheid van God is iets anders. Dat is niet hetzelfde. Een van de meest bijzondere diensten die ik heb meegemaakt. Toen was er een heilige stilte. Echt tastbaar was die stilte. Het was zeker voor een kwartier, 20 minuten... doodstil wil ik niet zeggen, adembenemend stil. Tastbaar was de tegenwoordigheid van God. En de mensen stonden, de zieken stonden. Er waren heel veel zieken die avond. Op een gegeven moment, toen zei de Heer, spreek het woord van genezing over de mensen uit. Zo, ik zond het woord. En ik was weer stil. En toen begon God te werken. Ik heb niemand de handen opgelegd die avond, maar vrijwel iedereen werd genezen. En dat niet alleen. In de tegenwoordigheid van God. Wie heeft een verlangen naar een bediening? Ja. Verlang naar de tegenwoordigheid van God. Dat moet een schreeuw zijn vanuit je binnenste. Dat moet altijd een zoeken zijn. En opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Onverzadig moet je zijn. En toen begon God te werken. En toen was Greol de ziel daar in die dienst. Ze is nu bij de Heer. Op zeer hoge leeftijd is ze naar de Heer gegaan. Gezond. Ze was gezond. Ze stierf omdat ze naar de Heer wilde. Ja, dat kan. Ik heb wel eens meer mensen meegemaakt die wilden naar de Heer. Dan ga je die bidden dat ze niet naar de Heer mogen gaan. Wie ben ik om dat tegen te houden? Iemand wil graag naar de Heer. Nou, dan ga je naar de Heer. Verreweg het beste. En haar taak was ook volbracht, ook dat nog. En toen, maar die vrouw die had 46 jaar een stoma. Dat is een lange tijd. Die vrouw die had geen dikke darm meer, die was eruit gehaald. Die vrouw had geen endeldarm meer, die was er ook uitgehaald. En die vrouw had ook geen sluitspier meer, want die had ze niet meer nodig. Die was er ook uitgehaald. Alles was verkankerd wat eruit. Maar in de tegenwoordigheid van God gebeuren scheppende wonderen. Altijd. Ik heb verschillende keren dat meegemaakt. Scheppende wonderen gebeuren altijd in Gods tegenwoordigheid. En daarom moeten we die tegenwoordigheid van God zoeken. En toen creëerde God dat. Halleluja.
En de volgende dag kreeg ze een natuurlijke aandrang. Ze zei, dat kan helemaal niet. En ze keek naar het zakje van de stoma, dat was leeg. En ze dacht, zeker een verstopping. Dat kan allemaal niet, ze raakte helemaal in de war. En toen op een gegeven moment, toen moest ze echt haasten naar het toilet. En ze hebben een uur zitten huilen op het toilet. En ze kwam een paar dagen later bij me. Ze zei, broeder, wat moet ik nou doen? Ik ga op normale wijze naar het toilet. Ik zeg, waar is die stoma aangelegd dan? Ja, in het ziekenhuis in Utrecht. Nou, ga daar maar heen dan. En zeg, ik heb hem niet meer nodig. haal dat ding maar weer weg. En zo is het gegaan. Ik stuur mensen vaak naar het ziekenhuis. Zeg, ga naar die arts toe. Laat het er maar zien. Dit verhaal staat ook in de 10 wegen naar genezing. Een van de prachtigste wonderen. God wil dat jullie ook wonderen meemaken. Amen. Halleluja. Heb je zo'n kaartje? Nee? Wil je hem hebben? Je weet niet eens wat het is. Kan wel een schuldbekentenis zijn aan mij. Nee. Als je hem pakt, dan is hij bij jou. Hij durft niet. We hebben het allemaal gezien. Heb jij er een? Heb jij er eentje? Ja? Heb je hem al? Schuldbekentenis hoor. Voor jou. Als je er ook een wil hebben, dan kan je er straks heen bij de boekentafel krijgen. Deze dag is een wondervolle dag, want God is met me. Amen. Nou, halleluja. Waar gaan we het vanavond over hebben? Heb je het bekendgemaakt van die boom? Heb je van die boom bekendgemaakt? Heb je dat niet gedaan? Het is een verrassing. Marcus 11. Sla dat op en hou het open. Want Jezus kwam een vijgenboom tegen. Zo lezen wij in het 13e vers. En toen hij in de verte een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij ook iets aan zou vinden. Nou, wat vond hij er dan? Dat gaan we uitzoeken. En hij vond niets dan alleen maar bladeren, maar niets wat zijn honger kon stillen. Daar gaan we het over hebben. Er zijn over de vijgenboom, lieve mensen, over de vijgenboom heel wat uitleggingen gegeven. Ik heb het uitgezocht en ik ben alleen maar uitleggingen tegengekomen die het hebben over, dat is Israël. Klaar. Nou, is dat wel zo? Als jij zegt, die vijgenboom, dat is Israël, dan vraag ik aan jou, is dat wel zo? Want Jezus zegt tegen die vijgenboom, niemand zal meer enige vrucht eten tot in eeuwigheid. Dat betekent nooit meer. Nooit meer.
En er kwamen er 3000 Joden tot bekering op de eerste Pinksterdag. Dat was vrucht. Dus dat klopt niet helemaal. En toen Petrus door de straten van Jeruzalem wandelde, werden ze aan massa genezen. En heel Judea en Jeruzalem liep uit naar ze. En velen kwamen tot bekering. Overal. De eerste gemeente bestond uit Joden. Maar Jezus had gezegd, niemand eet meer enige vrucht tot in eeuwigheid van deze boom. Dus we moeten iets anders ontdekken. We moeten altijd de lessen ontdekken die er zijn in het woord. En we moeten ook schrift met schrift vergelijken. Kennen we de Bijbel? Wist je dat je moet leven bij elk woord wat uit de mond Gods is voortgekomen? Niet bepaalde woorden, nee, elk woord. Elk woord. Dan moet je ook elk woord bestuderen. Kennis komt je niet aanwaaien, maar kennis kan wel vermenigvuldigen. Wist je dat de Bijbel dat zegt? Weet je wat er staat in 2 Petrus 1, vers 2? Weten jullie dat? Wie kan het zo uit zijn hoofd opzeggen? Nou, dan moet je het opzoeken. Ja, dat is een van de lijfteksten van mij. 2 Petrus 1, vers 2 en 3 en 4. Ja. Leren jullie eigenlijk teksten uit het hoofd? Je moet er 1000 uit het hoofd leren. Zou je er 500 op kunnen noemen? Ja? Kleine jongetjes in Israël, hè? 613. Kunnen feilloos 613 teksten opnoemen. Ik ben begonnen met dag 2. Ik kwam in de samenkomst na mijn bekering en toen kwam ik de postbode tegen. Die kwam ik her en der altijd wel eens tegen in het dorp. Hij zei, hé jong, wat doe jij hier? Ja, wat doe jij hier? Ik ben tot bekering gekomen, man. Hij zegt, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes 5 vers 12. Ik zeg het nog een keer. Het was mijn eerste tekst die ik leerde. En toen ben ik daarna elke dag teksten gaan leren. Moet je ook doen. Niet één. Als je boven de 50 bent, mag je er 1 per dag leren. Maar als je onder de 50 bent en er zitten er hier zat, ja, dan moet je tenminste 3, 4, 5 per dag leren. Hoe lang is het geleden dat je 10 teksten hebt geleerd op een dag? Lang geleden, hè? Ja. Ik heb een honger naar God. En wat staat daar? In 2 Petrus 1, vers 2. Genade en vrede. Wat staat er dan? Die worden vermeerderd. Dat is een verkeerde vertaling. Dat hebben de religieuze Nederlanders van gemaakt. Alle vertalingen in de hele wereld zeggen vermenigvuldigen. Maar de religieuze Nederlanders die maken er vermeerderen van. Nou, 10 en 10 is 20 en 10 is 30. Maar 10 maal 10 is 100, maal 10 is 1000. Dat gaat vlugger. En dat is het koninkrijk van God. Ja, dat is het koninkrijk. En hoe wordt het vermenigvuldigd? Door de kennis. Door de kennis. Van wat? Van God en van Jezus Christus. Halleluja. Dus door de kennis gaat het vermenigvuldigd worden. Je moet niet denken dat het allemaal maar zomaar gaat. Je moet een keus maken en je moet je ervoor inspannen. Kom aan, ik zeg, ik beloof, ik ga me ervoor inspannen. Het lijkt nergens op.
Come on. Ik beloof, ik ga me ervoor inspannen. Ja. Nou, wees mijn navolgers. Kijk, ik zei dat nog niet toen ik een jaar of twee bekeerd was. Maar nu ik al 65 jaar in de bediening ben, mag ik zeggen, wees mijn navolgers. Ik heb het soms tientallen per dag geleerd. Ik wil doordrenkt zijn van het woord. En daardoor in de wereld van God komen van vermenigvuldigen. Van het bovennatuurlijke. Waar nooit een eind aan zal komen. En dan zegt vers 3, dat is helemaal mooi. Nou, heb je een Bijbel bij je? Dan moet je het opzoeken. Je zit alleen maar te luisteren, helemaal sprakeloos. Alles opzoeken wat ik zeg. Ik zie alles hoor, daarom heb ik veel licht. Ik wil altijd veel licht hebben, ik zie alles dan. Ik zie ook de gezichten waar een verlangen is. Een schreeuw naar God. En dat moet je hebben, een schreeuw naar God. Ja? En wat staat er dan in vers 3? Hè? Ja, wat krijgen we dan? Alles van het goddelijke leven. Halleluja. Er staat niet een deel van het goddelijke leven, maar alles. Alles. Er komt geen einde aan. Een overvloed van zegen komt er dan. En daar ga ik alleen maar voor. Halleluja. Nou, ik wil niet afwijken. Het gaat over, ik doe niet anders dan afwijken de hele avond, let maar op. Ja. Maar ik wil dat je hart wordt aangeraakt. Amen. Wel, de meesten zeggen dus het gaat over Israël. Want Israël is de vijgenboom, broeders, zo zeggen ze dan. Maar die verklaring is niet juist. Laten we eerst eens eventjes Marcus 11 eens even goed lezen, vers 13. Ik heb geleerd om de Bijbel altijd goed te lezen. Weet je hoe je hem dan moet lezen? Hardop. Gewoon hardop, met klemtonen. En dan gaat het meeste tot je spreken. En toen hij in de verte een vijgenboom zag. Hé, hey, hij ziet je. Dit was een vijgenboom, maar we gaan straks zien dat die vijgenboom, dat ben jij. Of dat is een ander, een mens in nood. Die ziet hij. De ogen van de Heer gaan over de hele aarde. Om zich sterk te bewijzen aan het hart wat hem volkomen is toegewijd, onverdeeld is. Als je een verdeeld hart hebt, dan kan God niks voor je doen. Helemaal niks. Helemaal niks. Dan mis je alles. Maar heb je een onverdeeld hart, dan komt de zegenstroom naar je toe. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dan ga je leven in je erfenis. Hij zag een vijgenboom. Of, wat we er gaan van maken, hij zag een mens. Hij zag ook hoe dat deze onvruchtbaar was, die mens. En er was niets wat zegen bracht van die mens. Die mens was dus een nood. Een vreselijke nood. Die mens was... Er zijn mensen die zijn verschrikkelijk ziek. Wij hebben geen idee hoe ziek de wereld is. Hoe ziek de mensheid is. Als we een oproep doen in genezingsdiensten, laat alle die ziek zijn gaan staan, dan gaat minstens 60% altijd staan. Minstens, soms 70, 80%. De wereld is ziek.
Maar dat niet alleen. We hebben het ook nog vaak aan onszelf te danken ook. We kunnen niet de bakkerij voorbij lopen met de taartjes. Moet je mee ophouden. Dat is mijn advies. Het is niet een gebod, maar het is een advies. Maar ik weet dat jullie het er moeilijk mee hebben. Ze zeggen wel eens tegen mij, we hebben meelij met u. Dat u al die lekkere dingen niet mag. Ik heb meelij met u dat je verslaafd bent. Ja. Mensen eten veel te veel zout. Ik was eens een keer bij de vishandelaar. En toen was er een man die... En hij had 5 haringen op. Hij zei, zo, dat is gezond. Ik zeg, nou, volgens mij heb je voor de hele week al zout binnen. Mensen eten veel te veel zout. En te veel vet ook. En ze bewegen te weinig. Jullie zouden allemaal een home trainer moeten kopen. Elke dag een uur, anderhalf uur op de home trainer. Moet je opletten wat er gaat gebeuren. En elke dag is een uurtje wandelen. Ik heb een heel aantal vrienden onder doktoren. En die hebben allemaal tegen mij dit gezegd. Broeder Zijlstra, wist je dat de helft van de ziekenhuizen gesloten kan worden? Als de mensen zich houden aan de regels. Geen suiker, geen vetten, geen sap. Tenminste, matig, heel matig. Denk daar eens over. Denk daar eens over. Oké. Ik hoor jullie denken. De boom voldeed niet. En de scheppingsorde is dat die boom vrucht zal dragen. En toen sprak Jezus tot de boom. En als het woord gesproken wordt door Jezus en door ons. Wauw. Het woord legt alles open en bloot voor God. Alles. En Jezus had geloof in het woord. Jullie ook? Ja? Als je geloof hebt, dan moet je iets doen. Als je voor zo'n boom staat en die heeft een probleem. Als je voor een mens staat die een probleem heeft. Dan moet je iets doen als je er geloof voor hebt. Maar we zeggen heel erg gauw, ik heb geloof. Wist je dat ons geloof moet groeien? Het is absoluut onmogelijk voor mij, alhoewel ik ruimtevaartschoenen aan heb. Maar het is onmogelijk om in 1 stap daar bij de uitgang te zijn. Red jij het? Red jij het? Lukt dat niet? Wat heb je daarvoor nodig? Een serie stappen. En dat doet het geloof. Wij moeten groeien in het geloof. Er moet een serie stappen genomen worden. En bij elke stap zal het geloof gaan groeien in je hart. En dan wordt het meerder. En in elke fase van dat geloof, waar we ook zijn, zal dan de aanwezigheid zijn van je bediening. Mijn bediening begon niet gelijk met allerlei bijzondere dingen. Ja, na een tijdje begon het, omdat er nog niemand anders was. Er was niemand anders.
Ik was nog maar nauwelijks een jaar bekeerd. En in die dagen geloofde niemand in goddelijke genezing. En in ons dorp, zover als ik weet, waren er geloof ik 4 mensen. 2 oude zusters, zuster Hommers en Pijpers en mijn moeder en ik. Dat waren met z'n vieren. En mijn vader had de aangriep. Nou, daar was je ook verschrikkelijk ziek van in die dagen. Vreselijk ziek. En hij werd zieker en zieker. En toen hij dodelijk ziek werd en kwam in het ziekenhuis, toen was er helemaal niemand. Zelfs de fijnste, liefste broeder en zuster van ons, die zeiden, ja, hij gaat heel sterk worden voor. Ik zei, niks, de Heer heeft beloftes gegeven. Ik zei, ik geloof in genezing. Jij bent helemaal gek, zeiden ze dan. Ik zei, dan ben ik maar gek, maar ik geloof de Bijbel. Jullie ook? Maar je staat wel voor een boom die geen vrucht heeft. En dan moet je iets doen. Dan moet je gaan spreken. En toen kwamen wij op die maandag in november 1957 aan bij het ziekenhuis. En toen zei de afdelingverpleegster, uw vader en uw man, zei mijn moeder, die is 20 minuten geleden overleden. Maar wij waren van huis gegaan om voor hem te bidden dat hij gezond zou worden. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Dat je van huis gaat om te gaan bidden voor genezing en dat je aankomt dat hij gestorven is. Nooit meegemaakt? Nou, dan ga je dat eens meemaken. Ja. Ik zei, ja maar, wacht even. God heeft zijn woord nog gegeven. We hebben al die tijd gebeden en gestreden. Mijn vader lag al een paar weken in het ziekenhuis. En ik zei, God heeft zijn woord gegeven. En toen was er niemand anders. Er was geen voorganger. Nou, in die dagen, weet je hoe de voorgangers binnenkwamen in de samenkomst? Met een dikke sigaar. Ja, zo kwamen ze binnen. Deden ze een sigaar uit bij de ingang van de samenkomst. En dan hielden ze een praatje en dan deden ze... En de samenkomst was, zeiden amen en stak weer een sigaar op. Zo was dat in de dagen. Iedereen rookte. En toen zei de Heer, jij moet niet roken hoor. Want ik wil dat je heilig leeft. Toegewijd aan mij. Dus ik kwam bij de broeders en zusters in de samenkomst. Ze zei iemand, moet je een sigaret, Jan? Ik zei, nee man, dat wil ik helemaal niet. De Heer heeft tegen mij gezegd, ik moet niet roken. Hij zei, wat gek is dat? Wij roken allemaal. Iedereen rookte in die dagen. Je kon het er ook niet meer uithouden daar, begrijp je wel. Als de prediker met dikke sigaren binnenkomt en zo. Een rare samenkomst. In ieder geval, mijn vader was 20 minuten overleden. En er was niemand anders. Onthoud het, als er niemand anders is, dan ben jij er. Dan ben jij er. En dan moet jij iets doen. Kom aan, zeg amen. Maar dan moet je wel een verlangen hebben vandaag. Om te werken voor de Heer. Kost wat het kost. Je wil alles geven aan de Heer. Je wil alles betekenen voor de Heer. Totdat de dood een streep trekt. Nee, de dood trekt geen streep, dat doet God. De dood niet. Ik zei tegen mijn moeder, ik zei, kom, we gaan het kamertje binnen. En de verpleegster die belde naar huis op, naar de
andere familieleden dat ze met kleding moesten komen. En wij waren in dat kamertje. Ik zei, Heer, u hebt uw woord gegeven, uw beloftes. Er is niemand anders. En ik richtte me naar mijn vader. Ik zei, in de naam van Jezus Christus, Vader, sta op en leef. En begin weer te leven voor de glorie van God. En hij sloeg zijn ogen op en hij ging leven, omdat er niemand anders was. Als er een prediker was geweest, als Osborne was geweest in het kamer, dan had gezegd, broeder Osborne, u bidt maar met hem. Ja, dat is erkenning van bedieningen. Maar er was geen niemand. En dat moet jij doen. Kom aan, ik moet het doen. Achteraan ook. Ja, weet je dat ik die stemmen miste? Ik moet het doen. En zo heb ik altijd gehandeld, in die eerste jaren zeker. Er was niemand. Iedereen was tegen. Ik was tot bekering gekomen. Alles was tegen. Hé, er zijn vele bomen die zijn onvruchtbaar. Wij moeten beginnen op het niveau waar je nu bent. Waar ben je nu? Weet je dat al? Waar ben je nu? Ja, ik weet het. Hoe je denkt, krachtpassers. Je kunt alles aan denken. Maar waar ben je nu? Daar moet je werken. Ik heb altijd dat gedaan op het niveau waar ik was. En daarom zijn er ook 7 niveaus van genezing. Mag ik een andere keer daar eens over spreken? Ja hoor. Want anders wijk ik af van de vijgenboom. Maar ik wil je dit vertellen. Opwekkingen uit de dood, dat is het hoogste niveau van gave van genezing. Hoogste niveau. En ik heb ook ontdekt dat opwekking uit de dood heeft te maken met bepaalde situaties. De stem van God sprak op een morgen en die zei, ga naar broeder Cornelissen, bid met hem en ik zal hem gezond maken. Hij was in Middelburg in het ziekenhuis. Ik kwam aan en hij was overleden. Ik zeg, heb ik het dan misgehad? Nee, hij heeft duidelijk gezegd. Bid voor hem, hij zal gezond worden. Bid voor hem. Nou, ik was in zijn kamertje. Hij was al geruime tijd al overleden. De verpleegster zei, de familie is net naar huis. Ik heb laatst nog zijn dochter gesproken in Zoetermeer. En die zei, wat een wonder is dat toch geweest, broeder Zijlstra. En daar zat ik bij zijn bed. Ik zei, Heer, u hebt gezegd dat ik voor hem moet bidden, dus dat ga ik doen. Ja, maar hij is dood, zei mijn verstand. Ik zeg, verstand uitschakelen. Knop omdraaien. Dat deed ik direct. Toen zag ik alleen nog maar broeder Cornelissen. En ik zei, u hebt al gezegd, dan ga ik het ook doen. En ik zei in de naam van Jezus, broeder Cornelissen, ik ben de dienstknecht van God. De Heer heeft gezegd, gesproken, leg hem de handen op, bid voor hem en ik zal hem gezond maken. Broeder Cornelissen, kom weer tot leven, in Jezus' naam. En hij sloeg zijn ogen op, hij zei, broeder Zijlstra, bent u hier? Ik zei, ja, ik ben hier. Maar luister, hij zegt, dat is een vreemde zaak. Hij zegt, u was net in de hemel. Ik zeg, ik heb niet geweten. Ja, hij was net aangekomen in de hemel. En toen hoorde hij, broeder Cornelissen, kom weer terug tot leven. En toen draaide ik me om en toen zag ik u staan. Ja, mooi is dat. Het was in de hemel. Dan moet je de stem gehoorzamen. Klaar. Dat is een ander niveau van opwekkingen. Wil je nog meer weten?
Nee, andere keer. Ik heb het over de vijgenboom. Ja. Wel, en tussen A en B is een weg. Dan moet je groeien. Dan moet je geloof van klein geloof naar krachtiger, sterk geloof gaan worden. Dat is de route. Daar moet je naartoe. Naar een sterk geloof. Broeder, wat doe je in de gemeente? Ik heb tegen jou. Ja, dan moet je nu antwoorden. Je doet er wel wat. Of doe je niks? Doe je niks. Hoe lang ben je al bekeerd? Sinds vorig jaar. Oh, sinds vorig jaar. Twijfelgeval. Luister dan goed wat je kunt worden. Heb je verlangen? Ja. Daarom zit je op de eerste rij zeker. Ja. Toen ik voor de eerste keer in de samenkomst kwam, toen ging ik op de eerste rij zitten, werd ik weggejaagd. Toen kwam een oude brombeer binnen, die zei, hier mag je niet zitten. Ik zei, waarom maar niet? Hij zei, hier zit het comité. Ik zei, ik zie helemaal geen comité hier. Hij zei, hier mag je niet zitten. Waar mag ik zitten? Op de achterste rij mocht ik zitten. Nou, ik ben toch niet weggelopen hoor. Wat een rare christen heb je toch. Tussen A en B is een weg. Altijd een weg. En deze weg is veel te lang om hem in één stap te nemen. Niemand kan dat. Ik ook niet. Ik heb vele dingen mogen doen voor de Heer. We hadden het over Carcassonne. Daar zat de top van heel Frankrijk op de eerste rij. Het hoofd van de geheime politie. Een van de machtigste mannen van heel Frankrijk was dat. En de man die onder Chirac stond, een van de machtigste mannen. En zo, 7 op een rij, allemaal machtige mannen. Maar ze waren helemaal niets in de ogen van de Heer. En zo zie ik het altijd. Ik zeg altijd tegen mensen die me willen alles. Ik ben verschillende keren ben ik gearresteerd geworden. Ik zeg, ja, ik vind jullie eigenlijk maar zielige mensen, want jullie kennen mijn God niet. Jullie kennen mijn God helemaal niet. Als je mijn God kent, zou je het wel laten. Ja. Amen. Halleluja. Dus we gaan voorwaarts. Hoe ga je voorwaarts? Hoe ga je voorwaarts als je tegen een mens staat in nood? Met veel geschreeuw. Meestal gaat een duivel er niet uit met veel geschreeuw hoor. Hoef je niet te doen. Daar hebben we het woord van gezag voor nodig. Daar gaan we het straks over hebben. De weg van geloof, die moet altijd zichtbaar zijn. Altijd. Maar niet met geschreeuw. De zonen van Skefa zijn een waarschuwing. Die schreeuwden wat. Ik ben wel eens in samenkomst geweest dat er een duivel tekeer ging. En toen zaten er, geloof ik wel, 7, 8 man bovenop hem. Les. Er gaat geen enkele duivel uit een mens om bovenop hem te gaan zitten. Niet één. Niet één. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, ik zeg altijd tegen ze, laat hem los. Laat hem los. Nee, maar hij breekt de boel af. Ik zeg, laat hem los. Hij breekt niks af. En dan sta je voor hem. En dan zeg je, en nu in Jezus naam zwijg. Mijn God zegt dat je moet zwijgen. En je slaat de boel hier niet meer kort en klein. En in Jezus' naam. In Jezus' naam. Verdwijn. Ga uit deze mens. Ga uit die mens. Klaar. Maar je komt voor een boom te staan en dan schreeuw je. Wat zei Jezus tegen die boom? Hè? Nee, hij zei verdor. Verdor. Maar als het dan niet werkt, wat dan?
En je schreef verdorven. En die mens die spartelt maar, die gaat maar tekeer. En dan komt de vrees en twijfel. En we zitten soms barstens vol twijfels. En dan gaan we letten op de vijand en op zijn machtsvertoon. Bent u wel eens midden in de boes geweest? De meeste van jullie niet. Ja, maar echt diep in de boes waar slangen van 4-5 meter lopen. Daar reik het over. Dat is een ander verhaal. En weet je, u bent niet bang voor een kikker, hè? Nee. Die zijn zo groot. Maar als een kikker zo groot is, wat dan? Dan schrik je je toch rot. Of niet? Zeg, wat is dat? Een kikker? Demonische machten. De voedoe heerst daar. De machten, de duisternis heersen daar. Maar wij handelen met gezag wat hij ons gaf. En daarin moeten we dan ook nog groeien. En dat groeien gebeurt dan door de vermenigvuldiging van de kennis. Halleluja. Leer die tekst uit het hoofd 2 Petrus 1, vers 2, 3. En wie leert dat uit het hoofd? Dat moet je lijftekst worden. Ja, doe dat. De volgende keer als ik kom, ga ik jullie controleren. Groeien is dus een proces. Kijk, sommige mensen denken dat ze gelijk alles hebben. Dat is niet waar. Ik had ook niet alles. Ik heb al de opwekking van mijn vader meegemaakt. Maar daarom had ik nog niet alles. Ja, in principe, in beginsel had ik het. Maar ik kon het nog niet uitoefenen. En velen denken dat ze maar alles uit kunnen oefenen. Alleen als er niemand anders is. Dan alleen. Zou je dat goed onthouden? Dan moet je optreden. Dat leren jullie toch op de Bijbelschool hier? Tuurlijk. Dat is een van de hoofdbeginselen. We moeten optreden. En dat leert u, pastor. Dat is een man van God, hoor. Wist je dat ik al voor hem bad voordat hij geboren was? Ik begon al heel gauw te bidden voor een nieuwe generatie. Ik denk dat ik ongeveer 35 jaar geleden begon te bidden, steeds sterker, voor een nieuwe generatie werkers die in de bediening door zouden gaan. Wist ik veel van Tom de Wal en van die andere predikers, maar God wel. En ik bad voor ze. Ik zei, Heer, u gaat straks nieuwe mensen creëren. Op laten staan. En ze zullen komen. Halleluja. Dat wist Tom. Hij moest nog geboren worden, geloof ik. Ja. Ik heb voor vele predikers gebeden die nog geboren moesten worden. Amen. Want ik wist, dit is nodig voor onze natie. Anders gaat onze natie verloren. Dus groeien is een proces. Je plant vandaag een boom en je hebt morgen appels en peren. Ja, zo denken vele christenen erover. Rare christenen. Ze zaaien zaad in de akker en ze denken morgen brood op de plank te hebben. Rare christenen. Die zo raar praten, hoor. Ben je ook agrariër? Nee, wat ben je dan? Verkoper. Hè? Verkoper? Ja, voor wat? Veeauto's. Veeauto's? Oh, veegauto's. Wat vegen ze? Hè? Oh, straten.
En die verkoop je? Waar woon je? Oké, ik zal het onthouden. Altijd makkelijk. Maar we moeten groeien. Kom aan, we moeten groeien. Je mag niet op hetzelfde niveau blijven. Dat is verboden bij de Heer. Dan stel je de Heer teleur. Hij heeft maar één verlangen. Dat je groeit en een man en een vrouw Gods wordt. Halleluja. En dat je tot die boom gaat spreken, verdor. Tegen die ziektemacht die in die boom zit. In die mens zit. En dan zal die verdorren. Als we er tegen spreken. Jezus wist het 100%. Hij wist het. Klaar. Hij sprak tegen die boom en liep gewoon door. En toen zeiden ze de volgende dag, die boom is verdord. Ja, natuurlijk. Ik heb tegen gesproken. Dus die boom moet verdorren. Amen. Zo beleiden wij, dan moet je ook vasthouden. Als u bij een zieke komt, wat ga je dan doen? Ik kwam eens op huisbezoek bij een familie. En de man was net de deur even uitgegaan. En toen zei die zuster, mijn kind is zo ziek. Ik zeg, is Jezus niet meer in je? Ja, natuurlijk. De Bijbel zegt dat Jezus in ons is. Dus Jezus is in jou. Ja, wilt u voor mijn kind bidden? Ik zei, nee, dat doe ik niet, dat ga jij doen. Ja. Er staat nergens in de Bijbel dat dat niet mag. Dus jij gaat bidden, leg je kind de handen op en die koorts zal wijken en ze zal zo uit de bed springen. Ze keek me verbaasd aan. Ze, moet ik dat doen? Ja, natuurlijk, ik zeg het toch. Kom aan, leg je kind de handen op. En dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Nou, dan ga je het nou voor de eerste keer doen. En ze bad, koortsweek, ziekteweek, kind komt uit bed. Ja, die moeder was vergeten dat Jezus in haar was. Dat moeten we niet doen. We moeten leven, die boom moet verdorren. Die ziekte mag moet verdorren. En dan ga je ontdekken. Dan moeten we onwankelbaar vasthouden. Wist je dat Hebreeën 10 dat zegt, in het 23e vers, dat we onwankelbaar dat vast moeten houden. Onwankelbaar. Dus er zal aan gepeuterd worden, geschud worden. En voor alles zal de duivel doen dat je maar gaat twijfelen. Maar je houdt het onwankelbaar vast. Halleluja. Om vervolgens een zeker weten in je hart te bezitten. Door de groei van geloof. En dat geloof moet omgezet worden in daden. Kom aan, jullie moeten je geloof omzetten in daden. Ook de achterste rij. Ja. Dus jullie moeten iets doen. Je moet iets doen. Christenen zijn doeners. Je moet iets doen. Maar als je het niet doet, ja, dan is er waarschijnlijk ook geen groeiproces geweest. En dan mis je alles. Weet je wat je ook vooral nooit moet doen? Je mag niet bouwen op het geloof van een ander. Je moet ook je eigen geloof hebben. Kijk, anderen kunnen voorbeelden geven. Hebreeën 11 is ons voorbeeld. Maar Hebreeën 12, daar zijn wij aan het werk. Dat moeten wij eens doen.
En dan sta je voor je boom. Hoe verrichtte Jezus dit wonder van die vijgenboom? Nou, wil ik eens even horen. Hoe verrichtte Jezus het wonder daar bij die vijgenboom? Want daar gaat het over. Het andere was gewoon de inleiding, dat begrijp je wel. Maar nu gaan we het er echt voor het echie. Weet je, in het antwoord van Jezus, in zijn antwoord, zien wij hoe hij het wonder verrichtte. Gaan we lezen. Vers 22. Want in vers 21, Petrus die herinnerde zich dat die boom verdord was, vervloekt was, is verdord. Gaat Jezus het dan uitleggen? Wel nee, hij gaat gewoon de les leren. Hij zegt, en Jezus antwoordde, zei tegen hen, heb geloof in God. Heb geloof in God. Dat is een verkeerde vertaling. Dat is ook de religiositeit van de Nederlanders. Want de grondtekst zegt, heb geloof van God. Dat is wel iets anders. Dat is niet hetzelfde. Ik geloof in God, maar ik heb ook het geloof van God. Het zijn twee verschillende dingen. U wil weten wat geloof in God is? Nou, dat is heel simpel, dat je hem vertrouwt. Klaar. Maar geloof van God, dat is heel iets anders. Dat gaan we zo uitleggen. Hij zegt, en dat is wat we moeten hebben. Dus eerst had Jezus gezegd, die boom die moet sterven, die verdort. Er zal geen leven meer in die boom zijn. Die kanker moet vernietigd worden. De kanker moet vernietigd worden. En die darm, waar dat enorme obstakel in zit, moet vernietigd worden. En die longen, die kanker die erin zitten, of die COPD, die moet vernietigd worden. Hoe? Door te spreken tegen die boom. Verdor. En dan zegt Jezus, leer dan de les. En die boom moet dan sterven. Dan zal er geen leven meer zijn in die boom. Kijk, er is iemand in vreselijke nood. Iemand is bezig te sterven. Maar dat komt omdat die boom, die heeft niet de vrucht van het leven in zich. En nu moet die boom sterven. En dan moet jij tegen spreken. Dus geloof van God. Ja, heb geloof van God, dat is het soort geloof van God. Dat is sprekend geloof. Mijn geloof kan niet God evenaren. Maar wel het soort geloof. Jezus zei, mijn Vader spreekt en het geschiet. Dat is geloof van God. Maar de religieuzen van Nederland die zeggen, maar zoiets kan niet, dat kan niet, dat is onmogelijk. Komt Nederlands Dagblad er ook nog bij. Ja, de Jeruzalem Post, weet je wel, Nederlands Dagblad. Met die stomme verhaaltjes van leugen en bedrog, onwaarheden. Ga ik nooit op in. Doe het nooit, hoor, Tom. Doe het nooit. Het is altijd onvruchtbaar. Altijd. De waarheid verdedigt zichzelf. Amen. Halleluja. En dan gaan we aan de slag. Je zult tegen dat gezwel moeten spreken.
Ja, dat is altijd het makkelijkste voorbeeld. Zoals wel of een ziekte van Crohn in de darmen. En zo zijn er talloze andere voorbeelden. Ja. En dan moet je tegen spreken. Ik sprak eens tegen een vrouw die had een enorme tumor in haar hoofd. En ze stond voor me. Ik zei, verdor, boom. Verdor. Ze zegt, wat gebeurt er? God heb je aangeraakt. Ik zeg, kom volgende week terug. Waarom? Ik zeg, om te vertellen dat hij kleiner is. Ze kwam terug. Ze zegt, het is kleiner. Oké. Kom volgende week terug. Tot 5 keer toe. En elke week zei ze tegen me, het is kleiner. En toen bij de 5e keer zei ze, het is weg. Ja. Kijk, toen Jezus die boom vervloekte, zag u nog niet gelijk dat hij je verdorde. Die week daarna. En die week daarna. En die week daarna. En toen was het weg. De volgende dag, toen zei de Petrus, die boom is verdord. Zijn woord met gezag was dus in vervulling gegaan. En wat jullie allemaal moeten leren hier, jullie zitten hier in de school. Ik heb het ook moeten leren. En ik heb mijn verstand ervoor uitgeschakeld. En ik heb gezegd, ik wil de les leren. Maar als ik spreek, verdor, dan moet hij verdorren. Dan moet het gebeuren. Amen. Ja, en dan staat er, leer de les. Leer de les. Staat ook in Matteüs hoofdstuk 21. Leer de les. En als je geloof hebt, ja, dan ga je niet zeggen, ja, maar wacht eventjes, het gaat pas morgen gebeuren of overmorgen. Nee, het gaat gebeuren. De verdorring vindt plaats op het moment als jij spreekt. Christendom is een uniek geloof. Dat is een sprekend geloof. Dat spreekt tegen de dingen. En ik heb te vaak meegemaakt dat mensen dan zeiden, ja maar, als het dan niet gebeurt. Want ik zie hem nog niet verdorren. Ze denken dat als je nu tegen een boom spreekt, verdorren, dat hij dan op hetzelfde moment in elkaar stort. Zelden gebeurt dat. Je ziet hem nog steeds vol bladeren. Maar voor jou, in je hart moet het vaststaan. Dat gebeurt. Het gebeurt. Amen. Natuurlijk, we hebben alles als we geloven. Wat hebben we niet? Al het mijn is het u, heeft hij toch gezegd. Halleluja. Klaar, over en uit. Dat moet ons fundament zijn. Het is mijn fundament. Is het woord je fundament? Beleid je dat ook als fundament? Je moet een fundament hebben. Kom aan mensen. Wij moeten leren om God niet in ons geloofshok te krijgen. Maar hij wil dat we in zijn hok komen. In zijn wereld. Beweeg mee in die wereld. In het bovennatuurlijke. Schakel dan je verstand uit. Je eigen gedachten, die vol twijfel zitten.
Maar dan komt God. Ja. We moeten weten wat geloof is, hoor. Ik zei nog tegen broeder Tom in die uitzending. Ja, geloof moet profetisch zijn. Je zegt dingen met het geloof waar je voor staat. Kijk, ik zei, wij woonden in Voorburg en ik werkte in Leiden. En ik zei tegen mijn meisje, ja, ze is nog altijd mijn meisje, hoor. We zijn 60 jaar getrouwd, maar ze is nog altijd mijn meisje. Ja. En laat niemand iets van mijn meisje zeggen. Van mij mogen ze alles zeggen. Maar van mijn meisje niet. Want dan breek ik je arm. En dan ga ik daarna ga ik pas voor je bidden. Ja. Maar eerst breek ik je arm. Ja. Moet van mijn meisje afblijven. Wat wilde ik nou ook weer zeggen? Hè? Oh, ja, ik zei, lieveling, elke keer van Voorburg naar Leiden, zou je willen verhuizen? Ja, zei ze, zo graag, ik bid er al lange tijd voor. Ik zei, oké, waar wil je wonen? In Leidendorp. Ik zei, oké, dan gaan we in Leidendorp wonen. Kom goed hoor, maak je maar geen zorgen. Ik zeg, het zal niet makkelijk zijn, want het is een moeilijke gemeente, maar het komt in orde. Ik hou van moeilijke dingen. Jullie ook? Hé, een beetje vechten hoor. Nou, dus toen ging het gemeentehuis er nog over, die ambtenarij, gunst. Niks goeds, niks slechts van de ambtenaar hoor, want misschien zit er ambtenaar hier, dus je moet oppassen. Dus je weet nooit, maar dus ik kwam daar binnen. Ik zeg, meneer, ik wil me laten inschrijven. Ik zeg, zo. Hij zegt, gebeurt helemaal niet. Ik zeg, gaan we nou krijgen? Bent u de baas hier? Hij zegt, ik schrijf u niet in. Dat is een vreemde zaak. U bent niet de baas en u zegt dat. Ik zeg, ik wil de chef spreken. Die kwam erbij. Die zei hetzelfde. Ik zeg, nou wil ik de echte baas hebben. Ik zeg, jullie kennen mijn God niet. Jullie moeten wel rekening houden met mijn God, hoor. Want die wil dat ik hier kom wonen. Want mijn meisje heeft dat gezegd. Ja. Ik haal alles er altijd bij. Haal alles uit de kast. En toen... hij zegt, het gebeurt niet. Gaat u maar rustig weg, u komt niet wonen in Leidendorp. U werkt trouwens ook in Leiden en ik zeg, meneer, u kent mijn God niet. Ik vind u zielig, mens. En plotseling voelde ik de zalving van de geest komen. Nou, en dan weet ik het helemaal niet meer wat er gaat gebeuren. Ik zeg, zo zegt de Heer, in het gemeentehuis zei ik dat. Ik zeg, zo zegt de Heer. Over precies 7 dagen kom ik terug en geef u mijn vergunning voor een mooi nieuw huis. Zegt de Heer. Goeiedag, heren, tot volgende week. En toen zei de Heer, ga naar een makelaar, die en die en die. Hij zegt, een vreselijke moeilijke gemeente. Je krijgt geen huis, hoor. Ik zei, u kent ook mijn God niet. Ik zeg, ik krijg dat huis. Ik zeg, hier heb je mijn kaartje. Leg die op uw bureau 1 week lang. Precies 7 dagen. Tot woensdag 12 uur mag u dat kaartje en mag u het weggooien. En dan heeft u een huis voor mij. En op dinsdag werd ik gebeld. Hij zegt, meneer Zijlstra, ik heb een prachtig huis. Ik zeg, hoe is het met de vergunning? Hij zegt, wonderbaarlijk. Er was iemand anders zou het krijgen, maar die zagen we af en die moest de helft nog betalen. Dus als u het neemt, moet u de andere helft nog betalen. Ik zeg, geen probleem.
Geen probleem. Mijn vader is rijk zat. Ja, uw vader is rijk zat. Ja. Hij is rijker dan die veegmachine van je. In ieder geval, ik kwam op die woensdagmorgen terug. Ik had huis bekeken. Mijn vrouw was helemaal in de wolken. Hier wil ik wonen, zei ze. Ik zeg, heb de Heer voor gezorgd. Ik ga naar het gemeentehuis. Ik zeg, hey, wel, mag ik even de heren hebben van verleden week? Ja, zo ging het. En daar stond die ambtenaar, die moeilijke man, en de chef, en diegene die over de hele afdeling ging en alles. Ik zeg, heren, ik hoop dat jullie God leren kennen. Want mijn God had gezegd, over een week kom ik terug. En jullie gaan mij de vergunning geven. Dus u bent het. En ik zeg, ja, mijn God kan alles. Leer dat. Uw God kan alles. Hij kan overal voor zorgen. Ja, als iedereen nee zegt en u ja, dan wint u het. Amen. Wat heb ik gezegd dan? Ja, u wint het. U wint het. Amen. Halleluja. Nou, prijs de Heer. Halleluja. Nou, laten we eens even goed kijken naar de les. De discipelen keken naar de boom. Verdor, hadden ze gehoord. En toen ging Jezus iets uitleggen. Wat een gezag, hè? Wat een gezag. Hè? Wat een gezag. Heb je ook gezag? Ja? Kan je ook tegen bomen praten? Ja, maar ik moet er wel in geloven. Ja, daarvoor hebben we deze les. En wat zou je dan willen geloven? Voor welke boom ik nu sta? Nee, het gaat om die boom. Die ene boom, hè. Het gaat niet over alle bomen ineens. Heb je een boom waar je voor staat? Ja. En wat moet je dan doen? Tegenspreken. Dat is, heb het geloof van God. Dat is sprekend geloof. God spreekt door heel de Bijbel heen. En dat gebeurt. Elke keer gebeurt het als God spreekt. Nou, dat is wat, daar moet je mee beginnen. Begin daarmee. Je moet een begin hebben. En dan groeien in je gezag, in je autoriteit. Weet je dat God in jou woont? Hoe is je naam? Rabona. Van Rabuni of zo? Van Rabuni? Rabona. Wat doe je in de gemeente? Wat zeg je? Ik heb elke week een gebedsochtend waar mensen voor gebed kunnen komen en ik geef bijbelstudies. Oké. Okay. Je gebied zal vergroten, jonge dame. Zegt de Heer. En je geloof zal ook groeien. En dan ga je bij het volgende komen van je geloof. Wat is het volgende van je geloof? Sorry, wat is het? Ja. Precies wat ik zeg. Ik kan het niet anders zeggen. Wat is het volgende van je geloof? Het eerste was, heb het geloof van God. Dus jij moet spreken. Jij moet de hele dag gewoon spreken tegen die boom en tegen dat ding en wat tegen je is. En dat ga je doen. En God zal je niet alleen laten. En je gaat groeien en dan kom je in de volgende fase. Wat is je volgende fase? Verhuizen. Verhuizen? Verhuizen naar Leiderdorp? Vers 23. En wat staat daar? Weer spreken. Juist. Het geloof spreekt tegen een berg. Kom aan, Raboni.
Je gaat tegen een berg spreken. Dat is nogal wat. Gelovigen zijn mensen die spreken tegen bergen, tegen bomen. Wij spreken tegen elk ding wat tegen ons is. Of die berg gaat uit de weg, of die berg verplettert je. Verplettert je? Nee, dan gaat hij uit de weg. Amen. Hoe? Door te spreken. Door te spreken, juist. Amen. Door te spreken. Wel, als je wil dat bergen en dat die boom, als die boom uit de weg gaat, dan zal het een manier van leven moeten worden voor je. En het is bij de meeste gelovigen en christenen nog niet een manier van leven. Maar dat moet. Dat moet juist. Dat ben ik mijn hele leven gewend. Maar je moet het niet zonder de zalving en de kracht van de Geest doen. Kijk, ik begon niet al profeterend het gemeentehuis binnen te komen. Nee, ik ging profeteren toen de zalving kwam. Niet eerder. Toen onze dochter werd geboren. Ja. Toen. Die bevalling, dat was. De verloskundige kwam binnen, ze ging gelijk alweer eruit. Was gebeurd al, geloof ik. En de volgende dag moest ik naar het. Naar het stadhuis, om mijn dochter aan te geven. Nou, dat was in de tijd dat er nieuwe namen werden gelanceerd in het land. Dus, hoe is de naam? Toen ik mijn huwelijksboekje overhandelde. Sharon-Roze. Sharon Roos. Hij schreef in Sharon-Roze. Hij zei, dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Dat is een nieuwe naam, heb ik nooit eerder van gehoord. En een streepje ertussen mag helemaal niet. Niemand heeft een streepje in de naam. Maar mijn dochter wel nu. Was nog eerder dan de koning. Ja, de koning wordt overal gemeld. Overal wordt gemeld dat de koning de eerste was die een streepje tussen zijn naam had. Willem-Alexander. Maar het is niet waar, want het boekje van mij, het huwelijksboekje, levert het bewijs dat er een streepje tussen staat. Ja. Nou ja, ik was op het gemeentehuis en ik stond er bij die balie. Hij zegt, dat kan niet, ga maar weer naar huis. Ik zeg, ga helemaal niet naar huis. Ik blijf hier staan. En ga dan opzij, die mensen moeten. Ik zeg, ik ben de eerste en ik blijf hier staan. Meneer, u bent eigenwijs. Ik zeg, u moet eens weten hoe eigenwijs ik ben. Maar ik ga niet weg. Haal uw chef maar. Nou, de chef kwam erbij. Hij zei, meneer, we schrijven het niet in. Ik zeg, het is al ingeschreven. En toen lag het boekje even bij die balie en ik ritste het weg en ik stopte het binnen. Ik zeg, je krijgt het pas terug als de oorlog voorbij is. Ik stond daar uren daar in die hal. Toen kwam de rechter erbij. Ik ging 's morgens om 8:30 de deur uit. En ik kwam ongeveer 4:15 kwam ik thuis. Om mijn dochter aan te geven. Oh. Ja, zullen ongetwijfeld goede ambtenaren zijn hoor, maar. In ieder geval, het was oorlog. Maar weet je wat ik altijd zeg? Dat moeten jullie ook doen. Dat moet je ook doen, dame. Daar wil God je voor gebruiken. Ben je bevreesd? Nee. Nee. Ga je er tegenaan? Ja? Dan ga je bergen verplaatsen.
En in de toekomst zal er een hardnekkige boom zijn en een hardnekkige, sterke berg. Maar dit is wat ik altijd dan zeg. Jullie kennen mijn God niet. Jullie kennen mijn God niet. Mijn God is de sterkste, klaar. Mijn God die zei, dat huis krijg je, klaar. Als de zalving er is, klaar. En toen, hij zei, nou, dan maken we de rechtszaak van. Dan kwam de rechter, ik kwam voor de rechter staan bij de geboorte van mijn dochter. Wat een wereld leven. Maar dat komt omdat ik in die wereld gestapt ben. Van het onmogelijke. Iedereen die loopt weer naar huis en ik kom thuis, dan zegt, nou, vrouw, we moeten een nieuwe naam bedenken. Ja, maar zo ben ik niet. Als ik een naam krijg, dan komt die naam er. En God is sterker dan alle ambtenaren bij elkaar. Amen. God is de baas. De aarde en de volheid is van de Heer. Amen. Halleluja. Amen. Geloven jullie dat ook op de achterste rij? Amen. Ja, af en toe moet ik jullie dus bijtrekken. Maar je gaat spreken tegen die berg. Dat is ook spreken. Dat is dat spreken wat je spreekt van dat geloof van God. Geloof van God spreekt. En dan vers 24, ga je dat in praktijk brengen in jouw strijd, in die berg, tegen die boom. Die boom die moet wijken, die verdorring moet plaatsvinden en die zegen moet doorbreken. Halleluja. Alles is mogelijk. Ik zei, alles is mogelijk. Alles. En wist je dat jullie erfgenamen zijn van de en de poort van de vijand in bezit zal hebben? En dat vergeten we te snel. Dat moet je niet vergeten. Waarheden van God moet je goed onthouden. En die oude slang die komt met allerlei leugens. Maar ga nou die reden twisten met die slang. Dat moet je niet doen hoor. Je staat nog aan het begin. Je bent een jaar tot bekering gekomen. Hè? Nog niet? Nog korter? Ga niet reden twisten met de slang. Moet je niet doen. Je verliest. Eva verloor ook. Maar toen ze weg had moeten lopen en zei, ik geloof dat God het gaat doen, was ze overwinnaar geweest. Nou, en dan komt vers 24. Dan zien we weer iemand bidden, dat is ook spreken. Maar wel bidden in geloof, hè. Je moet bidden in geloof. Je moet het uitspreken, dat geloof van God. Dat sprekende geloof, wat je met die berg gebruikte. En dat ga je nu ook doen tegen die boom. Die akelige boom. Halleluja. Die boom moet wijken. En als je bidt, dan gaat dat gebeuren. Je bidt toch wel? Nou, ja, daar zie je wel naar uit. Je geeft ook les in huisgroepen, zei je? Nou, spreek je toch wel eens over het gebed? Nou, als een huisgroep niet meer bidt, we zullen winnen. Halleluja. Wonderbaar. Dit zijn geestelijke wetten. En daar moeten we aan voldoen. Daar moet je in gaan staan. Daar moet je in. Je moet inbreken als het ware. In worstelen en zeggen, ik neem het in bezit. Het is allemaal voor mij. Alles is voor mij. Halleluja. Ik zou niet weten wat niet voor mij is. Dus we hebben sleutels. En om een boom te laten verdorren, heb je de sleutel nodig van geloof. Dat was de les die Jezus gaf.
Jezus zei, leer de les. Leer die les. Leren. Ja, wij willen graag de resultaten gelijk zien. Tuurlijk, willen we allemaal. Van deze principes. En moeten we ook gaan zien. Jullie zitten hier niet voor niks op deze school. En jullie komen elke week hier samen. Nou, dit is de belangrijkste les. Ja. Dit is de belangrijkste les. Geloof van God. Als je dat niet hebt, dan mislukt alles. Dan kan je wel ophouden, dan kan je wel naar huis gaan. Dan zou ik gewoon naar huis lopen. Nou ja, ik loop niet zo ver nou. Maar dan heeft het geen zin. Absoluut geen enkele zin. Je zult alles missen als je vers 22 niet bezit. En Jezus zegt daarvan als vervolg naar 23 en 24 en naar heel de Bijbel. Heb geloof van God. Dat is een sprekend geloof. Ik spreek het uit en dat is de sleutel die past op alle deuren. Amen. Halleluja. Op alle deuren. En je hoeft niet bevreesd te zijn dat hij niet past. Is dat niet mooi? Is dat prachtig? Ik zie je zo hard knikken. Ga je het doen? Hè? Absoluut. Heb je ook een boom? Hij zegt ook, leer dan de les van de vijgenboom, hè? Hij zegt niet tegen de discipelen, nou, er staan nog een stuk of 10 andere bomen ook op een rijtje. Gaan jullie maar aan de slag. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij ging eerst uitlegging geven van de les. En daar moeten wij helemaal van doordrongen zijn. Wij moeten doordrenkt ervan zijn. Toen mijn bediening steeds meer zich ging ontwikkelen, ik wilde alles weten. Toen ik over de stem van God ging spreken, ik wist dat het de Heilige Geest. Nou moet ik alles weten van de Geest. Weet je dat Jezus zegt, jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. En gij kent hem. Ken je de Heilige Geest? Ja, nou knikken we wel hard, maar pas op hoor, met knikken. Ik zei ook dat ik de Heilige Geest kom, maar ik wist het niet. Toen heb ik 3 jaar lang al over de Heilige Geest gepredikt. 3 jaar. Zondagmorgen, zondagavond, op de gebedsavond, onderwijsdiensten. Overal, op de jeugdavond, overal sprak ik over de Heilige Geest. Ik wilde hem kennen. Als je iemand wil leren kennen, moet je alles van hem weten. Alles. En toen ik hem kon, tenminste, ik dacht dat ik hem kon, toen begon ik. Maar toen was hij vertrouwd. En weet je wat Psalm 25 ons leert? In het 13e vers. Dat we dan een vertrouwelijke omgang met hem krijgen. En wat doet hij dan? Dan maakt hij ons zijn verbond bekend. Geheimenissen maakt hij bekend. Als je de Heilige Geest kent, gaat hij tot je spreken. Halleluja. Weet je, God is mijn vader. En ik hou ontzettend veel van hem. En Jezus is mijn vriend. En hij is een geweldige vriend. Maar de Heilige Geest, wat weten wij van hem? Wat weten wij van hem? Wat weten wij van hem?
Wat weet u van de Heilige Geest? Als hij spreekt. Als hij je aanraakt. Als hij zijn adem over je uit laat schieten. De ruach. Plotseling komt hij. Halleluja. Boven natuurlijk. De Heilige Geest spreekt niet tegen het vlees. Hij is tegen het vlees. De Geest is altijd tegen het vlees. Geest spreekt tegen geest. Watervloed spreekt tegen watervloed. En dan gaat hij spreken. En dan moet je dingen zeggen. Nou, of de mensen het willen horen of niet, dat maakt me dan helemaal geen lor meer uit. Maar ik spreek het wel. Want ik heb geleerd dat als hij spreekt, moet je hem gehoorzamen. Halleluja. Hij is een geweldige vriend. Weet je dat God, als hij spreekt, altijd alles tot stand ziet komen wat hij spreekt. En als de Heilige Geest spreekt, dan wil hij ook dat alles tot stand komt. Halleluja. Hij wil jullie allemaal. Allemaal. En ik zie bij sommigen een intens verlangen. Die zeggen, oh broeder, dat is wat ik zoek. Dat wil ik hebben. Dat wil ik hebben. Ik wil alles hebben. Ik wil hem leren kennen. Ik wil hem horen. Ik wil luisteren. En ik wil gehoorzamen. Ik wil tot actie komen. Ik mag niet achterblijven. Ik wil gebruikt worden. Weet je dat deze groep mensen die hier zitten, zo rond 100 mensen ongeveer. Luister, stel, we zijn met 100 mensen. En jullie willen allemaal de werken Gods gaan doen. En dat moeten jullie gaan doen. En jullie willen allemaal de stem van de Geest horen. En die moeten jullie horen. En uitvoeren. Dat je dan volgend jaar om deze tijd, hoef je er maar 1 per jaar te winnen. 1. Minder gaat niet, je kan geen halve mens winnen. 1 per jaar. Dan heb je er volgend jaar 200. Maar het jaar daarna heb je er 400. En dan het vierde jaar heb je er 800. En het vijfde jaar heb je er 1600. En het zevende jaar heb je 3200. Allemaal met deze 100 begonnen. En dan het zesde jaar heb je de 6400. En dan, op laatst heb je een groot stadion nodig. Nee, op laatst win je de hele wereld. Wij hebben het potentieel in ons. Als jullie allemaal de mouwen opstropen met geloof in God, dan breken jullie elke tegenstand van de duivel. Halleluja. Elke tegenstand. Jullie hoeven niet bevreesd te zijn. Vijanden zijn er, die zijn er altijd. Altijd. Maar God is groter. Klaar. Geen probleem. Geen probleem. God heeft een machtige deur geopend, hè? Heeft God een deur voor jullie geopend? Ik wil jullie bemoedigen.
Want er zijn vele vijanden. Hoort bij elkaar. Een deur die open gaat, die niemand kan sluiten, en vele vijanden. Maar het hoort bij elkaar. Nou, halleluja. Als je daar maar van verzekerd bent, en dan ga je met die wetenschap verder. Maar ik hou me niet bezig met een vijand. Ik zeg hoogstens tegen de vijand, jullie kennen mijn God niet. Zeg ik altijd. Dat is een uitspraak van me, die gebruik ik al tientallen jaren. Jullie kennen mijn God niet. En mijn God verslaat alle vijanden. Halleluja. Geloof je dat, lady? Ja, je zit de hele avond zo aandachtig te luisteren. Ja, ik zie er, jullie niet. Daarom wil ik licht hebben. Ik wil jullie gezichten zien. Kijk, ik heb ook iemand gezien die staat steeds op zo'n loge te kijken. Ja, ik was eens in een samenkomst, de oudste zat op de eerste, zit meestal op de eerste rij. En toen zat hij maar steeds op zo'n loge, zat ze zo. Maar ik ging maar door natuurlijk. En toen, ik zei, meneer, heeft u een probleem met uw horloge? Nee, u moet ophouden. Ik zeg, ik ben pas bij het begin hoor. Ik zeg, gaat u maar gewoon naar huis dan als het te lang duurt, maar ik ga door. Ja. Luister goed. Weet je waar alles mee begint in het Koninkrijk van God? Met verlangen. Met verlangen. Op dag 1 had ik een intens verlangen om het de hele wereld te gaan vertellen. En ik ben het gaan doen. Alles wat mogelijk was, ben ik gaan doen. En ik ben nog niet aan het eind van mijn leven gekomen. Want de Heer heeft gezegd, ik moet boeken schrijven. En hij heeft nog een heleboel titels opgegeven. En ik ga de laatste tijd wel langzamer schrijven. Ja. Maar de Heer heeft gezegd, die titels moet je schrijven. Die komen eraan. Maar de nieuwe generatie komt er ook aan. Amen. En jullie komen eraan. Amen. Ja. En ik heb maar één verlangen om tegen die nieuwe generatie te zeggen, hé, God wil je gebruiken. En ik wil je helpen als het nodig is. Ja, mijn generatie die sterft wat uit. De een en de ander overlijdt. Nou ja, ik heb er nou wel een beetje lood in. Ik wil hier nog even blijven hoor. Ik ben nog niet klaar met mijn werk. Er was een journalist die zei, heb je geen hobby's dan? Ik zei, jazeker. Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is mijn werk. Zo zit ik in elkaar. En ik heb maar één verlangen. Dat heel Nederland zal weten dat er een levende God is. Halleluja. Ja. En dat die melaatse wereld, die zo aangetast is, dat die gered gaat worden. Verlost. Weet je dat er veel melaatse mensen zijn? Heb je wel eens een melaatse aangeraakt? Daar kom je wel eens tegen. Hier in Nederland niet zoveel. Maar als je eens met me meegaat, dan kom je melaatse tegen. En met etterende wonden.
pus. Die rottend vlees. En die stinken. En wat doen we dan? Die hebben Jezus nodig. En als zo'n persoon dan voor je staat, die persoon heeft gezien dat je aan het bidden was en je legt de mensen de handen op het hoofd. En je doet alles. En dan komt die melaatse, wat eigenlijk helemaal niet wacht. En toen stond ze voor me. Ik zeg, je bent melaatse, ja. Je bent moedig dat je komt. Wilt u voor me bidden? Ja, natuurlijk. Heb je gezien hoe ik voor de mensen bid? Ja, zei ze. En ik leg daar de handen op. Die waren rood van bloed en van de etter geel. Toen huilde die vrouw. En God raakte haar aan en maakte haar nieuw. Ik had mijn handen op de schouders kunnen leggen. Ik had de handen overal kunnen leggen. Geen probleem. Maar ze had gezien, ik legde de andere de handen op haar hoofd. En dat deed ik ook bij haar. Je moet geen onderscheid maken. Hé, wanneer hebben wij voor het laatst mijn laatste aangeraakt? Het kan gebeuren dat dat iets gaat gebeuren. Je hebt gezegd, Heer, ik wil alles doen. Alles. Het is zijn schepping. En we mogen geen onderscheid maken. Ik heb nooit onderscheid gemaakt. Nooit. De persoon die voor me staat, daar houdt God. En ik moet ook van hen houden. En dat doe ik ook. Als je wil werken voor de Heer, moet je van de mensen houden. Heel veel houden. Daar moet je je leven voor aan toewijden. Halleluja. Je hoeft er niet over op te scheppen, om te zeggen, ik heb hem laatst aangeraakt. Moet je niet doen. Maar ik wil wel jullie de vraag stellen, wanneer hebben jullie me laatst aangeraakt? Je hoeft niet over op te scheppen. Maar wat heb je gedaan? Ja. Hey, de wereld wacht op jullie. Hij gaat wachten. En de wereld heeft Jezus nodig. En jullie hebben alle mogelijkheden. Halleluja. Is dat niet fantastisch? Dat jij datgene hebt, bezit, wat de wereld nodig heeft. Achteraan ook. Halleluja. We moeten van de zondaars houden. Dat deed Jezus ook. Jezus hield van de zondaars. Nota bene, hij zei, daarvoor ben ik gekomen. Reken maar dat die verloren zoon stonk naar de varkens, hoor. En dan markeerde van alles aan. Maar de vader omhelsde hem. Er kwam een drugsverslaafde tot de Heer. Nou, niet zomaar eentje. Nee. Als hij daar bij de ingang van de zaal stond, dan kon je hem hier ruiken, hoor. Ongekend. Wat stonk die man. Volgens mij had hij zich de afgelopen 20 jaar niet gewassen. Het moet vreselijk geweest zijn, zijn lijf. Maar toen het tot Jezus kwam,
En ik zag de schittering in zijn ogen. Toen kwam er maar één ding in me op, die man, die omhelst ik. Ik hou van hem. Halleluja. Hij omhelst de zondaars. Dat is je bestemming. In Jezus' naam. Halleluja. Nou, heeft iemand een vraag? Moet het wel kunnen horen, hoor. Je moet met bulderende stem of met een microfoon. Ja, ik kom met de microfoon even langs. Wie heeft er een vraag? Strek even. Oh, heel veel vragen. Mooi. Heel veel vragen? Ja, Jan, dankjewel. En ik heb één vraag. Die boom, daar staat dus bij dat het was nog niet de tijd dat die vrucht zou dragen. Dus het was buiten de seizoen, zeg maar. Ja. Waarom dan, waarom vervloekt hij nou een boom die überhaupt geen vruchten kon dragen? Dus ik vind het lijkt zo onredelijk. Ja, maar het principe van die boom was om vrucht te dragen. Weet je wat de scheppingsorde is van een boom die vrucht draagt? 12 maal per jaar, zegt de Bijbel. Dat is de scheppingsorde. En elk ding wat God gemaakt heeft, heeft een bestemming. En toen kwam God met zijn plan. Hij wil gezonde bomen hebben. En als ik dan zie hoe daar iemand met een kankerzwel, als dat gezwel vervloekt wordt, bestraft wordt, doorgesneden wordt. Die boom verdort dan. Dat gezwel verdort. En dan komt de scheppingsorde van die nieuwe boom tevoorschijn. En dat is leven. Hij gaat leven. Halleluja. Er lopen in Nederland heel veel mensen rond die hadden kanker en die nu gezond zijn. Amen. Ja. En er is een ongekende kracht. Ongekend. Ongekend. En dan komt weer, wat is het geloof? Dat is ook profetisch. Maar het is nog veel meer. Er zijn 7 dingen waaraan het geloof moet voldoen. Andere keer, ja. Gerrit, je had ook een vraag. U had het over dat je moet wachten op de zalving. En ik vroeg me af hoe u die zalving ervaart. Hoe weet u die zalving dat die er is? Is dat een gevoel? Is dat een stem in uw hoofd? Een gevoel is verschrikkelijk slecht. Oké. Gevoel heeft met het natuurlijke te maken. Ja. En als je dus werkt, even over een samenkomst. En als dan de samenkomst er is, dan heb ik mijn gevoel, mijn verstandelijke vermogens al op 0 gezet. En op het moment, als ik dan het bovennatuurlijke nodig heb, kan ik hem gewoon vragen. Heer, wil u mij laten zien wat ik moet doen? Kijk, ik had een samenkomst in Kommerwijnen. Zijn die Surinamers? Daar. Ja, nou, en daar had ik... En op de een of andere wijze waren er alleen maar zo'n beetje moslims. Ik denk dat er zo'n 3.500-4.000 moslims waren. En er zaten de imams allemaal op de eerste rij. En die keken af en toe en die wilden het eigenlijk verstoren, alles. En op een gegeven moment wilden ze dat iedereen naar huis ging. Ik was aan het prediken. En ze hadden een enorme macht. En toen zei ik, Heer, u moet me een beetje helpen. Het is uw samenkomst, niet mijn samenkomst. U moet het doen. U moet het doen. Dus u moet spreken. Nou, het bovennatuurlijke kan ik heel goed herkennen.
Jij ook? De Heer zei, die jongen die daar zit, dat is een doofstomme jongen. Laat hem naar voren gebracht worden. Is die doofstom, vroeg ik aan de mensen. Ja. De mensen waren nog niet weggelopen. Maar ze waren al bezig, het was zo onrust aan het komen. Hij zegt, het is een doofstomme. Als je hem naar voren brengt, gaat hij straks spreken en horen. Hij gaat genezen worden. Niemand liep meer weg. Ik zeg altijd dingen, dat loopt niemand meer weg. Dat moet je ook doen hoor. Mensen moeten niet meer weglopen. En dan hoef je ook geen haast te maken. Ik liet die jongen op het podium staan en hij stond er al een kwartier en ik sprak tot de mensen. Dat hij straks ging horen en spreken. En kijk, de Heer had gezegd, hij gaat horen en spreken. Nou, dat is bovennatuurlijk, want mijn verstand zei, de mensen lopen weg. En er gebeurt niks. Maar ik wist, er ging een groot wonder gebeuren, waardoor al die mensen tot bekering kwamen. Nou, en toen stond hij vooraan. Ja, kijk, als ik mijn ogen dicht doe, en er komen 100.000 vrouwen langs me, en die zeggen allemaal Jan, maar als mijn vrouw langskomt en Jan zegt, dan zeg ik, hallo Herma. Ik ken die stem. Kijk, sommigen kennen de stem niet. Maar mijn schapen horen mijn stem. Kennen mijn stem. Dat is het eerste wat je dan moet leren. Daarom heb ik 3 jaar gepredikt over de Heilige Geest. Ik wilde alles weten. Ik wilde vertrouwd zijn met die stem. Ja? En dan moet je uitspreken. Wat je hoort, spreek je uit. Ja? Er was een hand, die stond op een arm. Als dit een arm is, en die hand stond zo. Dat is een beetje een vreemde zaak natuurlijk. Als hij zo moet zijn, en hij wees zo. En toen zei de Heer, daar is dit een vrouw, die heeft een probleem met een pols. Haal haar naar voren. En toen kwam ze naar voren, toen stond, ik zei, wat is dat? Dat is een vreemde zaak. Maar de Heer had gezegd, ik ga hem gezond maken. En dan moet de twijfel gelijk overboord gegooid worden hoor. Want als je naar die hand kijkt, dan moet je niet te lang naar kijken. Dan groeit de twijfel. Je moet letten op God. Hoor. Wat zegt Hebreeën 12, vers 2? Hè? Je weet het niet meer. Niet meer. Oh, je weet het niet uit je hoofd. Nou, laten wij. Kijk, er staat in Hebreeën 16 keer laten wij. Belangrijk. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Ja. Dus als we de wedloop lopen. Als je de wedloop loopt, dat is de geestelijke strijdstrijden. Want dat moeten wij doen. Hoofdstuk 11 zijn de voorbeelden. Hoofdstuk 12 zijn wij aan het woord. En dan komt die strijd. De wedloop. Je start, dat is begin. En de Heer heeft gezegd, je moet beginnen. Je moet beginnen. Een valse start krijg je herkansing. En je gaat beginnen. En dan ga je de wedloop lopen. Maar moet je niet op de wedloop letten, op Jezus. En niet op het einddoel, op Jezus. Als je dat doet, kom je veilig aan. Ja? Onthoud dat. Als je dat onthoudt, dan ben je er al. Dan ben je er al. Ja. Volgens mij zag ik nog een hand. Ja. En achterin, hebben jullie achterin ook een vraag of niet? Niet achterin, voorin. Allemaal voorin. Oh ja. Ja. Het meest belangrijke is dat je Gods stem verstaat. Maar ik heb zo vaak dat ik bid, mediteer, stil ben. En dat ik Gods stem dan niet hoor. En dat zou ik zo graag willen, omdat ik dan weet welke kant ik op moet. Maar ik hoor dat dan niet. Ja, ik hoor de stem ook wel eens niet, maar dan spreekt hij niet. Nee.
Maar op een gegeven moment is dat wel belangrijk. Ja, maar hij spreekt ook wel eens niet. Hij gaat niet spreken op ons commando. Dat doet hij niet. Voorbeeld. Weet jullie een voorbeeld? Elisa, de profeet. Toen kwam die vrouw aan. Ze had haar zoontje net zien sterven. En ze zei, ik ga naar de profeet. En hij had geen openbaring gekregen, staat er. Maar had hij wel een menselijk oog. Hij zei, die vrouw is in nood. Je hebt een probleem. En toen ging Gehazi erop af. Hij zei, hoe gaat het ermee? Maar Gehazi werd voorbijgelopen. De Heer heeft weinig te doen met Gehazi's. Die willen de prijs niet betalen. Leer de prijs te betalen. Nou, in ieder geval. Toen vertelde zij haar verhaal. En kwam eruit wat ze nodig had. Gehazi die moest naar die jongen toe lopen. Er gebeurde niks. Omdat hij geen hart had. Als je geen hart hebt, gebeurt er niks. De ogen van de Heer, heb ik in het begin gezegd, gaan over de hele aarde. Als je hart volkomen onverdeeld is toegewijd aan God. 100%. 100%. Ja. Wat had je nog meer? Jezus geeft ons, zijn leerlingen de opdracht om zieken de handen op te leggen. Ja. Maar zo heb ik ook wel eens gehoord. Ik merk altijd sterke bewogenheid voor zieken. Maar sommige mensen zeggen ook, je moet eerst openbaring ontvangen. Dat je naar een zieke toe mag, of een bepaalde zieke, voordat je gaat bidden. Ik heel vaak een overtreding geweest. Ja, maar dat is wel altijd soort van dat ik denk van, ja, Heer, niet bent u met mij, maar is dit uw wil, zeg maar, voor mij? Is dit wat u op dit moment van mij vraagt, dat ik naar die persoon ga? Als er niemand anders is, is het voor jou. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Als er niemand anders is, treed jij op. Ja. En treden jullie op. Niemand anders. De pastor is net naar Zuid-Afrika, die kan het niet doen. Dus, het moet wel gebeuren. Maar jij bent er. Nou, jij gaat doen dan. Want Jezus is in jou. Klaar. Heel simpel. Ik heb bijvoorbeeld één keer heel duidelijk de leiding ervaren dat God mij riep naar een vrouw die kanker had, zeg maar. Naar wat? Naar een vrouw die ook kanker had. Dat, ja. God dat echt op mijn hart legde om dat te doen. Ja. Maar veelal, dat merkte ik echt van, oh, dit is van u. Maar veelal heb ik gewoon alleen bewogenheid voor zieken, zeg maar. Dus dan is het voor mij niet per se... Bewogenheid gaat altijd optreden. Altijd. Ja. Altijd. Okay. Dus dat zou in principe genoeg zijn? Ja, maar hoe krijg je bewogenheid? Kijk, bewogenheid is iets anders dan alleen maar een opwelking. Bewogenheid komt uit de hemel. Dat is een bovennatuurlijk iets. En bewogenheid wat uit de hemel komt, dat vereist altijd een actie van onze kant. Altijd. Duidelijk. Altijd. Is er misschien nog een vraag? Ja, nog een vraag. Ik kijk ook even voor de livestream. Als jullie een vraag hebben, kan dat ook. Ik kijk even of jullie een vraag hebben. Werkt dit principe ook als je in voorbeden, mensen die tot geloof of een verdieping in geloof nodig hebben, het principe te spreken tegen de boom, zeg maar, of tegen de berg? Ja. Wat is voorbeden? Nou, dat je, dat mensen, ja, wat is voorbeden? Je bidt voor mensen, dat ze, ja, dieper... Wanneer wordt het verhoord? Wanneer? Er staat in Matteüs 18. Ja. Waar twee of drie vergaderd zijn. En eenparig ook zullen bidden. Overeenstemmen, staat er.
heel veel gebeden zijn nutteloos. Jij gelooft het wel, maar die ander gelooft het niet. En er moet overeenstemming zijn. Ik kan bidden wat ik wil, maar als die ander geen geloof erin hebt, dan gebeurt niks. En dan bidden ze en bidden ze en zeggen ze, waarom gebeurt er niks? Omdat die ander niet gelooft. Ja, en wij denken maar dat als ik bid, dan zal die ander wel gaan geloven. Nee, dat staat er niet. Wij moeten precies de volgorde geloven wat Jezus heeft gezegd. Leer die tekst maar eens goed te bestuderen. Ja, dat is vaak een misverstand, zeker bij de religieuze tijd van de Nederlanders, dat wij eerst moeten gaan zoeken dat we op dezelfde geestelijk niveau gaan komen. Dat is wat moet gebeuren. Ja, en dan is er ook dat als er een moment dus aanbreekt, ja, dan komt er een vanzelf een doorbraak hoor. En een van de belangrijkste dingen is, dat is het profetische in het geloof. Ik eindig met een voorbeeld. Ik was een keer aan het bidden. En toen zei de Heer, ga een campagne houden in Enschede. Ik zei, oké, Heer. Ja, maar zei de Heer, je moet hem houden in de universiteit. Oké, Heer. Je moet nooit gaan discussiëren met de Heer, dan verlies je. Ik zei, oké, Heer. Huur de grote zaal in de universiteit. Goed, Heer. Ik bel een voorganger op. Ik zeg, broeder, ik wil een campagne hebben, want de Heer heeft gezegd, ik moet een campagne houden in Enschede. Oh, dat is fijn, fijn. Ja, maar wel in de universiteit, dat krijgen we nooit voor elkaar, zei hij gelijk. Ik zei, doe ze raar, man. De Heer heeft gezegd dat ik het daar moet houden. Rare christenen. Wat God zegt, gebeurt altijd. Amen. Klaar. Klaar, het gebeurt. Hij heeft het in het hart gelegd, alleen moet het uitgevoerd worden. Nou, en dat is niet altijd makkelijk. Want je krijgt eerst al te maken met voorganger die zegt, dat is onmogelijk. Daar begint het al mee, moet je al eerst overwinnen. Nou, moest bergen dingen overwinnen, maar dat geeft niet, dat zijn we gewend. En toen kregen we uiteindelijk de universiteit. Grote zaal beneden en er was een balkon in. En op de balkon zaten alle hoogleraars en zaten andere directeuren en alle studenten. Iedereen zat daar van de universiteit. Die keken allemaal naar beneden. En de anderen zaten allemaal beneden. Maar toen gebeurde er iets. Allerlei wonderen gebeurden. Maar er zat een man, interessant verhaal hoor, toen zat er een man in die ruimte, niet zo ver bij het podium vandaan. En die man die had zo'n ei op zijn hoofd, had een hele brede scheiding, kaal hoofd en er zat zo'n ei bovenop. En de doktoren durfden dat niet weg te halen. En er zat ook zo'nzelfde groot gezwel zat ook in zijn hoofd. Het zat niet alleen op zijn hoofd, maar ook in zijn hoofd. En de mensen maar steeds kijken naar het ei. Zo gaat het dan. Als ik dan niet naar zo'n persoon toe loop, dan durf ik dat zeker niet, of wat dan ook. Er zitten allerlei dingen te praktiseren. Nou, ik sprak ook af en toe eens met de Heer. Ik zei, Heer, wat moet ik met die man met het ei op zijn hoofd? Ik ga het je straks vertellen, zei de Heer. Ik ga het je straks vertellen. En de mensen die keken maar. En ze waren ongeduldig. En ze wilden zien dat wonder dat het ei zou verdwijnen. Maar er staat in Johannes 4... dat de mensen willen tekenen zien,
Maar ze zullen het niet zien. Staat er in Johannes 4. En toen kwam de zalving van de geest. En die begon te spreken. En de zalving die zei: hoor het woord van de Heer. Daar begin ik altijd mee. Kijk, daarmee zet ik de kraan open. Profeteren, dat is de kraan openzetten. Water stroomt altijd uit de kraan als je hem opendraait. Voor jullie ook? Goed. Nou, dus ik zet de kraan open altijd met de woorden: dit is wat de Heer zegt, zo zegt de Heer der Heren. Klaar, dan gaat het water stromen. Nou, en dan komt er vanzelf allerlei dingen. En toen zei de Heer: jullie zullen het teken van de verdwijning van dit gezwel op deze man zijn hoofd niet meemaken. Omdat jullie alleen maar geloof hebben in een teken. Verder willen jullie het niet zien. Maar dit is wat de Heer zegt. Aanstaande dinsdagmorgen zal dit ei verdwijnen van zijn hoofd. In Jezus' naam. En er was een journalist, er waren een heleboel journalisten trouwens. En die vloog gelijk op die man af: waar woon je? Nou ja, dus die kreeg op dinsdag bezoek van die journalist natuurlijk. Dat was dinsdag. En daar zat Rudy de Wilde, want zo heette die, die zat aan tafel met dat ei op zijn hoofd. Kun je het een beetje voorstellen? Ja? En toen plotseling, het was dinsdagmorgen, had de Heer gezegd: knap dat ding. En nu is de spiegel heen. Ligt helemaal op zijn hoofd. Hij zegt: wat gebeurt er? Tegen zijn vrouw: wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja, het is geknapt, het is open. Ligt op je hoofd. Bel het ziekenhuis, wat moet ik doen? Schone doeken erop leggen en direct hierheen komen. Ze hebben het schoongemaakt, gereinigd, het gezwel op zijn hoofd was weg, maar ook in zijn hoofd. Amen. Naar het woord van de Heer. Dat is het profetische in het geloof. En als jullie een bediening willen hebben, wie wil er een bediening hebben die hier is? Weet wat je vraagt. Kost je alles. Kost je alles. Ja. Ik was de erfgenaam van een grote slagerij. Ik zei: pa, het gaat niet meer door. Ik ga leven voor de Heer. Gelijk vaarwel gezegd. Ik heb alles geschrapt in mijn leven wat mijn bediening in de weg stond. En ik kreeg een vrouw van de Heer waar ik nou 60 jaar getrouwd mee ben. En we hebben samen besloten de Heer voor 100% te dienen. Hij is nummer 1. Halleluja. En God deed een wonder. Luister goed. Het profetische onder de zalving van de geest zal altijd in vervulling gaan. Nog een keer. Diegene die net een hand had opgestoken over: ik wil een bediening hebben. Ga staan. Amen. Dat betekent niet dat de anderen niet gebruikt kunnen worden. Maar jullie moeten een prijs betalen die hier staan. En dat zal niet gering zijn. De prijs... De lat ligt altijd heel hoog. Heel hoog. De Heer heeft van mij dingen gevraagd die ik met mijn natuurlijke verstand nooit had kunnen volbrengen. Maar ik heb het gedaan. Omdat ik mijn leven op het altaar had neergelegd. Als jullie de belofte die jullie maken aan de Heer,
Als jullie daaraan voldoen, dan zal je op je eindbestemming komen. Ik zeg niet dat je er vandaag al bent, maar je neemt een beslissing. Je eindbestemming is bij de uitgang, weet je wel. En daartussen ligt A, B, C, D, E, een heleboel stappen. Ik heb heel veel stappen moeten nemen om te komen waar ik nu ben. En Paulus zegt, ik ben er nog steeds niet. Het beste ligt voor me. En ik verwacht nog altijd bijzondere dingen. Ik heb geen idee. Ja, ik heb geen idee wat er nog allemaal gaat komen. Ik weet het niet, ik weet het echt niet. Maar ik weet dat hij het wel weet. Dus ik volg hem maar. Kama zegt heel eenvoudig, Heer. Ik zei, zeg heel eenvoudig, Heer. Ik wil u volgen. Ik heb een verlangen. En mensen met een verlangen, die roept u. U hebt mij geroepen. En u roept ook al diegenen die hier staan. Wat de prijs ook is. Ik zal het doen. Ik zal gewillig zijn. En de wereld wacht op mij. En ik zal niet aarzelen. Ik zal ook mijn mond open doen. En vul mijn mond met de woorden van God. Die ik moet spreken. Ik wil spreken. Het geloof van God. En ik wil tegen die bergen spreken. En ik wil overeenstemmen als ik bid. En ik wil de glorie van God bekendmaken. Hier ben ik, Heer. Ik ben gereed voor u. Vorm mij. Maak mij klaar. Helemaal. Voor 100%. U vraagt mij. In Jezus' naam. Halleluja. En nu, Heer, dat de zalving van uw geest vanaf deze dag zal werken. In deze levens. Meer en meer en meer en meer. En dat het niet zal ophouden. O Heer, u hebt een verlangen. U zoekt altijd mensen, Heer, die willen werken voor u. Halleluja. En zoals ik eenmaal bad voor mensen die wilden leven voor u, jaren geleden, en nu mag ik mensen zien komen die willen leven voor u, zo zullen ook deze mensen leven voor u, in Jezus' naam. Tom, vergeet het nooit dat we bidden voor mensen, voor nieuwe generaties. Geen grotere voldoening hoor. Je moest eens weten, er is geen grotere voldoening als ik jou zie. En als ik andere predikers zie. Daar heb ik voor gebeden. Amen. Halleluja.